Diverse pompstations houden sinds gisteravond hun deuren gesloten. De Surinaamse Service Stations en Exploitantenbond, SSEB, besloot na een algemene ledenvergadering dat de leden in actie gaan. De SSEB wil dat de winstmarge voor de pomphouders apart wordt vastgesteld. De bond wil niet dat de winstmarge wordt overgelaten aan de oliemaatschappijen. De regering heeft besloten dat de winstmarge met 3,5 US-dollarcent wordt verhoogd, van 12,5 naar 16 dollarcent. De bond heeft de regering ook gevraagd om te bemiddelen. Niet alle pomphouders draaiden de kranen dicht. De service stations van Roy Boudou Rubis zijn wel normaal open.